NEC presenteerde 17 januari twee nieuwe spelers. Een zeer gewenste spits en een centraal verdediger. De Ajaxide Geoffrey Castellon en Denzel Gravenberch, die tekenden tot het einde van dit seizoen bij de Nijmeegse Eredivisionist. Ze trainden in de vroege vrijdagochtend al mee met de selectie. Een druk dagje volgens mij. Ja, heel druk. Het is de laatste twee dagen rondgekomen. En nu sta ik al hier eigenlijk. Het was belangrijk dat er voor 12 uur getekend werd, want... Dan zou ik zondag nog mee kunnen spelen tegen ADO Den Haag. Dus ik hoop dat het is gelukt. Ja, het was echt spannend. Ik ben vanochtend vroeg opgestaan, naar het ziekenhuis gegaan, gekeurd. En toen van het ziekenhuis naar hier op de parkeerplaats heb ik te horen gekregen dat ik snel naar binnen moest rennen. Dus ook dat snel gedaan, maar ik hoop dat het mooi uitpakt. Het is echt een avontuur. Vorig jaar heb je pas eigenlijk gedebuteerd, hè? Ja, het was begin van dit seizoen. Heb ik in een oefenwedstrijd tegen RKC minuten gemaakt bij het eerste elftal. En ik hoop dat ik dit ook hier mag doen. Wat betekent deze overstap voor jou? Heel veel eigenlijk. Ik zat een beetje op een doodspoor bij Ajax. En voor mij is het nu belangrijk ook om wedstrijden te spelen. Dus dan krijg je hier de kans om dat te doen. Dus ik ben daar heel blij mee. De druk is best groot, hè, voor NEC onderaan. Voel je dat ook of niet? Natuurlijk. Nu ik hier speel, niemand wil degraderen en ik wil het team helpen om niet te degraderen in de club. Ik denk dat het heel belangrijk is voor deze club, dat deze club niet degradeert. Dus daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Wat zijn jouw sterkste punten nou? Nou, ik ben wel sterk in de duels. Snelheid denk ik wel. Mannen uitschakelen. En kan ook wel instromen op het middenveld, schieten. Jouw sterkste eigenschappen? Mijn snelheid en mijn schot. En je zwakste eigenschap? Linkerbeen kan nog beter en doelgericht koppen moet veel beter. Nou, mijn zwakke punten zijn, ik denk af en toe nog misschien ietsje lang de concentratie houden, maar dat gaat nu wel wat beter en ook gericht koppen. Dat koppen, dat moet nog even trainen? Ja, dat gaan we zeker trainen, dat komt goed. Ja, nu ga ik even trainen samen met Geoffrey. Ja, klopt. Ik denk een half uurtje ga ik wat afwerken met Jack de Geer. Dus kan me gelijk wat tips geven. Maak je alvast een beetje op voor de wedstrijd, het weekend? Ja, het zou mooi zijn als ik er natuurlijk bij zit. Het zou mooi zijn tegen ADO Den Haag, zeker. Uitdaging? Zeker uitdaging, 100%.